Hallo kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe video. Ik heb 10 boeken gelezen sinds afgelopen zomer. Daar ben ik niet trots op. Het hadden er meer moeten zijn. Ik wil er ongeveer elke 2 weken eentje uitlezen. En ik zou willen zeggen dat lukt de meeste weken niet. Maar dat lukt gewoon eigenlijk nooit. Behalve als ik vakantie heb. Maar ik heb 10 boeken gelezen. Daar ga ik jullie nu over vertellen. De Jacht op de Wolfsvind is alweer het 9e broederbandboek wat ik heb gelezen van de superbekende serie Broederband van John Flanagan. De spin-off serie van De Grijze Jager. Het was gewoon een interessant boek. In dit boek nemen ze het voor 200 pagina's op tegen een beer. Lydia wist een flauw glimlachje op haar gezicht te toveren. Ze boog zich wat verder naar Hal toe. "Kun jij Jesper niet tegenhouden?" vroeg ze. Hal schudde zijn hoofd. "Nee, tot nu toe is dat me nooit gelukt." Uit de borstkas van Ingvar streeg een gegrom op. Het deed aan het grommen van Kloef denken. "Ik kan hem wel het zwijgen opleggen," dreigde hij. Maar Thorn legde een hand op zijn arm. "Hij doet dit omdat hij van jullie houdt," zei hij. Ingvar begreep dat de eenarmige krijger gelijk had en haalde maar eens diep adem. De Wolven van Arrasan is alweer het 17e Grijze Jagerboek wat ik heb gelezen. Ik heb de hele serie hier achter me staan. Het zijn gewoon leuke jongere boeken van John Flanagan. Erg leuk om te lezen. In deze gingen de Grijze Jagers het opnemen tegen een paar reuzenwolven. Dus dat was best wel tof gewoon om te lezen. Die avond zaten Will en Maddie in kleermakerszit bij een kampvuurtje op het open veld voor het huis van Avondster. "Alle legenden schrijven voor dat je de pijlpunten bij het licht van de maan moet bewerken," had Avondster uitgelegd. "Ik weet niet hoeveel waarde daaraan gehecht moet worden, maar het kan vast geen kwaad als we het op die manier doen." De Erfpachters is een boek van John Grisham. Normaal schrijft hij boeken over advocaten. Maar dit was gewoon een boek over een jong jongetje wat werkt op een katoenplanterij. En dan daar getuige is van een moord. En dan mag hij daar niks over zeggen. En hij is ook meteen de enige getuige. Toen gooide Cowboy een boogballetje dat recht over Henks hoofd ging. Maar toen hij wegdook en de knuppel liet vallen, veranderde de bal van richting. En viel hij op wonderbaarlijke wijze door de slagzone. De Mexicanen bulderden van het lachen. "Slag!" riep Miguel bij het tweede honk. "Dat was geen slag," schreeuwde Henk met een rood gezicht. "Geen scheidsrechters," zei zijn vader. "Het is een slag als hij er niet naar zwaait." Het dossier was een van de meest geniale boeken die ik afgelopen tijd heb gelezen. Wat gaat over een zieke vader waarbij opeens 3 miljoen dollar wordt gevonden. En dan blijkt dat uit zijn hele archief 1 dossier verdwenen is. En dan is de vraag... Geeft dat een soort verklaring waarom hier opeens 3 miljoen is? Jij kwam thuis. Jij vond hem. Jij vond het geld. En toen begon je te liegen. Weet je waar het vandaan kwam? Nee, ergens aan de kust neem ik aan. Het kan me eigenlijk niet schelen. Wie heeft mijn vliegtuig in brand gestoken? Dat is een misdrijf, dus ik weet er niks van. Is het dezelfde die me een maand heeft gevolgd? Ja, het waren er 2. Kerels die ik uit de gevangenis kende. Oude vrienden. De Oplichters is een van de nieuwste legal thrillers van John Grisham. Wat gaat over 3 leerlingen die rechten zijn gaan studeren. En dan er eigenlijk achter komen dat ze nooit rechten hadden moeten gaan studeren. En dan de boel gaan frauderen. Nou, dat herken ik natuurlijk heel erg uit mijn eigen leven. Want ik studeer rechten. Dus dat is interessant. We zitten in deze problemen doordat we een kans zagen om een droom na te jagen. Een droom die we ons niet konden permitteren. Niemand van ons zou rechten mogen studeren. En nu zitten we er tot onze nek in. De Broederschap is een boek wat gaat over 3 oud-rechters die in de gevangenis zitten en gewoon daar vanaf daar mensen chanteren. En op één dag beginnen ze de nieuwe presidentskandidaat te chanteren zonder dat ze dat in eerste instantie doorhebben. Dat vindt de FBI niet heel erg om te lachen. En die doen wat het ook kost om de nieuwe presidentskandidaat daarin te redden. "De directeur heeft er vast wel één," zei Spicer. "Ga maar even naar hem toe en zeg tegen hem dat je een document naar de bank op de Bahama's moet sturen." Het was onnodig sarcastisch. Argro keek hem scherp aan, maar ging er niet op in. "Goed, vertel me dan hoe ik die verklaring van hier naar de Bahama's kan krijgen. Wat voor postsysteem hebben jullie?" "De advocaat was onze postbode," zei Yarper. "Alle andere post wordt geïnspecteerd." "Hoe goed inspecteren ze de juridische post?" "Ze kijken ernaar," zei Spicer, "maar ze mogen het niet openmaken." Het ultimatum vond ik in de boekwinkel in Ameland afgelopen kerst.
En het is het vervolg op een van mijn favoriete boeken, Advocaat van de Duivel. Dus ik kon hem niet laten liggen. Ik had hem hier in eerste instantie laten liggen. En toen ben ik de dag daarna teruggekomen om hem te kopen. Het gaat over Mitchell McDeer. Die heeft de maffia destijds te slim afgeweest. En die is vervolgens er met miljoenen vandoor gegaan. Dat kan je ook allemaal zien in de film Advocaat van de Duivel. We might be misreading McDeer. You've got nothing to be suspicious about. I get paid to be suspicious when I got nothing to be suspicious about. En dan opeens wordt de dochter van een van zijn accomplices ontvoerd. En dan moet hij de onderhandelingen daarvoor gaan leiden. Kijk, Mitch, er is een zaak in het zuiden waar ik je graag even naar wil laten kijken. Ga me alsjeblieft niet vertellen dat die vent in de dodencel zit. Die vent zit in de dodencel. Ik kan het niet, Willy. Alsjeblieft. Daar heb ik er in de afgelopen 5 jaar 2 van gehad en ze hebben allebei de naald gekregen. Mijn staat van dienst is niet al te best. Je hebt het geweldig gedaan, Mitch. Niemand had die 2 kunnen redden. Ik kan het niet nog een keer. De Getuige was een van de mindere legal thrillers van John Grisham. Ik heb hem gelezen, het was interessant. De hoofdpersoon, Kyle, die wordt voor een vermeend misdrijf achtervolgd. Wat hij misschien wel heeft gedaan en misschien niet gedaan. En hij probeert daar onderuit te komen, terwijl die er eigenlijk steeds meer in komt. En vervolgens wordt hij ook gechanteerd met dat misdrijf. Dus het was wel echt een spannend boek. Dat is goed. Heb je een appartement gevonden? Ik denk het wel. Waar? Wat kan het jou schelen? Hadden we niet afgesproken dat je bij me uit de buurt zou blijven? Ik probeer alleen maar beleefd te zijn, Carl. Waarom? Ik kan me daar zo kwaad voor maken, hè? Elke keer als we bij elkaar zijn, kom je me dat verhaal aanzetten alsof we oude vrienden zijn. Ik ben hier niet uit vrije wil. Ik zit hier niet met je te praten omdat ik dat zo leuk vind. Op dit moment zou ik liever op elke andere plek van de wereld zijn. De Aanklacht was een fantastisch boek wat ging over een advocaat die eigenlijk hoogrechtshofrechter wordt om in een bepaald proces een gunstige uitspraak te doen. En zijn hele verkiezingscampagne wordt daarvoor een soort van bestuurd van buitenaf om die gast, om Ron Fisk, daar maar te krijgen. Het was echt super spannend om te lezen. En het gaat heel erg over onrechtmatige daadrechtszaken. En daar hebben we in Nederland ook nog wel een paar van. Ned liet zich nu enigszins in zijn stoel zakken en hield zijn mond. Hij dronk zijn sap, staarde naar de vloer en wachtte tot hij weer enigszins normaal kon ademhalen. Ze nam een slokje wortelsap en zei toen met een glimlach: dit is dodelijk, hè? Dat sap? Dat spotje. Misschien wel, maar ik werk aan iets. Achter gesloten deuren, a.k.a. The Pelican Brief, is een boek wat gaat over een jong meisje wat een theorie opschrijft over 2 vermoorde hoge rechtshofrechters. Over wie het wel eens gedaan kon hebben. En vervolgens wordt iedereen vermoord die iets te maken heeft gehad met dat dossier. En dan komt ze erachter: wat ik heb opgeschreven, dat is exact hoe het is gegaan. En dan ontstaat een cool kat-en-muis spel. Het boek is ook verfilmd. Het is allemaal jullie eigen schuld. Jullie hebben er in Washington weer een puinhoop van gemaakt, zei hij. Wat luider nu. Barr wendde zijn walgende blik af. Maar is het waar, meneer Matthies? Dat is alles wat ik wil weten. Achter Barr's rug ging de deur van het tuinhuis geluidloos open. Larry spoos op koude voeten naar binnen, de handdoeken ontwijkend. Op 2 passen afstand van Bear bleef hij staan. Matthies liep over de handdoeken naar een glazen deur en deed hem open. Hij staarde naar buiten en fluisterde: natuurlijk is het waar. En aangezien ik jullie nu heb verteld over alle boeken die ik afgelopen tijd heb gelezen, komt nu de top 10. Op 10 staat De Oplichters. Niemand van ons zou rechten mogen studeren. En nu zitten we er tot onze nek in. Op 9 staat De Broederschap. Ze kijken ernaar, zei Spicer. Maar ze mogen het niet openmaken. Op 8 staat De Erfpachters. Dat was geen slag, schreeuwde Henk met een rood gezicht. Op 7 staat De Grijze Jagers, De Wolven van Arazan. Ik weet niet hoeveel waarde daaraan gehecht moet worden, maar het kan vast geen kwaad als we het op die manier doen. Op 6 staat Het Ultimatum. Ga me alsjeblieft niet vertellen dat die vent in de dodencel zit. Die vent zit in de dodencel. Op 5 staat De Getuige. Op dit moment zou ik liever op elke andere plek van de wereld zijn. Op 4 staat Achter gesloten deuren. Hij staarde naar buiten en fluisterde: natuurlijk is het waar. Op 3 staat De Aanklacht. Ze nam een slokje wortelsap en zei toen met een glimlach: dit is dodelijk, hè?
Op 2 staat het dossier. Wie heeft mijn vliegtuig in brand gestoken? Dat is een misdrijf, dus ik weet er niks van. En op 1 staat broederband de jacht op de wolfsvind. Ik kan hem wel het zwijgen opleggen, dreigde hij. Dan wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Ik weet niet of dit iets is wat ik vaker ga doen, maar mochten jullie dit interessant weten, laat het weten in de reacties. Dan heb ik nog iets leuks om met jullie te delen. De broederschap heb ik dubbel, dus mocht je die willen hebben, stuur mij een reactie in de comments. En wie weet is deze binnenkort van jou. Tot ziens, tot later.